En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Itzoltrex. De enige echte natuurlijk. Nou, hoe was 100% auto live? Het was gezellig, het was een gezellige dag. Maar ik heb er ook wel een heleboel kritische noten over 100% auto live. Ik vond het tegenvallen. Het was minder als vorig jaar. Ik vond, vorig jaar was ik natuurlijk na een heleboel jaren, was ik eindelijk een keer weer geweest. En even wachten hoor, ik moet even het lampje aan doen. En toen vond ik het al meer tegenvallen dan wat ik eigenlijk van 100%, toen was het nog 100% tuning. Wat ik van 100% tuning vond, dat was altijd een geweldig evenement. Ik vond het, vorig jaar vond ik het al minder, en nu vond ik het eigenlijk nog minder dan vorig jaar. Het viel echt tegen, viel het. Het viel echt tegen. Ik had nu een keertje niet meer geld vergeten. En ik heb nog een keycord gekocht. Met Kia erop. Die heb ik nog even gekocht. Het is minder allemaal. Het lijkt wel of dat het steeds minder wordt qua beleving. Ik vond hem ook nu een stuk kleiner dan vorig jaar. Vorig jaar was hij iets groter. Was die arena waar je normaal in kon. Daar zijn we nu dit jaar helemaal niet geweest. Omdat het gewoon, er stond gewoon echt een rij. Dat was gewoon van drie hallen daarvoor tot aan de ingang stond er een hele grote rij. Dus ja, dat hebben we niet gedaan. Het viel echt ontzettend tegen. Dan de prijzen. De prijzen waren echt belachelijk. Ik zag iets van 7,50 voor een broodje hotdog. Bier wou ik nog bestellen. Dat kon niet, want je kon alleen pinnen. Ik zei, nou, dan ben ik snel klaar ermee. Als je niks aan me wil verdienen, dan bekijk je het maar lekker. Dan koop ik toch geen biertje. Maar de prijzen waren ook echt ontzettend duur, waren ze. Het was echt ontzettend duur. Het was iets van, wat was het nou, 3,50 of zo voor een flesje water. Nou, dat was echt, echt belachelijk duur. Belachelijk duur. In ieder geval, mocht je wel eten en drinken meenemen, dat was dan wel een voordeel. Ik had gewoon een fles cola bij me. En eten heb ik niet meegenomen. Maar ik had zoiets van, nou, dan haal ik, als ik echt honger heb, dan haal ik, als ik eruit ben, weer eventjes op Zuidplein even een frietje of een patatje of zo. Dat heb ik nu niet gedaan. Want ik ging s'avonds, heb ik lekker kapsalon gegeten. Dus, het valt tegen. 100% tuning was leuker vroeger. Vroeger had je 100% tuning. Dat was een stuk beter dan wat je nu tegenwoordig voor geschoteld krijgt. In ieder geval. Vorig jaar over die show. Vorig jaar was dat gewoon open. En nu moest je dus, stond er een hele lange wachtrij. En elke keer werd de ingang afgesloten. Ja, een gemiste kans. Een gemiste kans. Het was echt ontzettend minder was het. Ik zit er ook aan te denken om volgend jaar gewoon niet te gaan. En gewoon weer even een jaartje over te slaan. Want ja, het is toch elke keer hetzelfde. En als het elke keer minder wordt, ja. Zit ik er dan nog op te wachten om naar 100% auto live te gaan? Ja, ik weet het niet. Maar het moet in ieder geval weer een stuk beter. Het oude 100% tuning moet gewoon weer terugkomen. Dat is wel. In ieder geval, ik heb wel een hele leuke dag gehad. Met Milan, Pascal, met Ramonski en met Joostki. Het was wel echt gezellig was het. Dus over de dag zelf was het wel ontzettend leuk. Nog even een paar foto's gemaakt met een paar mooie dames erbij. Jullie hebben het gezien in de foto's. Het was een leuke dag was het in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even de vlog. Ik wou toch nog eventjes mijn mening geven over 100% Autolive editie 2023. Het is weer voorbij. Volgend jaar komt er een nieuwe editie. En dan is maar de vraag, ik weet nog niet of dat ik ga. Dat is nog zo ver weg. Dus we gaan het vanzelf al zien. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer.
druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En vergeet deze video niet te belonen met een dikke duim omhoog. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog. Bye bye. Hoi.